Hallo, is dit het klachtenbureau? Jazeker. Mooi, want wij zijn Ton en Lisbeth. Uit Hendrik Ido Ambacht. En wij hadden een klacht. Waarover? Dat je nergens meer gewoon een kopje koffie kan krijgen met gewoon een wolkje melk. Wij waren in het winkelcentrum voor nieuwe placemats. Na 4 uur placemats vergelijken hadden wij koffie nodig. En mensen liepen met koffiebekers met hun naam erop. Dat wou ik ook. In een koffiesalon bestel ik bij een vent met een servetring in zijn oorbel 2 kopjes koffie met een wolkje melk met onze naam erop. Vraagt die knul een cappuccino, cortado? Ik zeg, nee. Ton. T-O-N. Nee, wat voor koffie en wat voor melk? Nou, witte, vloeibare melk. Koemelk, amandelmelk, havermoutmelk. Ja, doe maar. En die jongen, doe maar wat. Wat wilt u? 2 kopjes koffie met een wolkje melk. Maar dat moest je anders vragen. Wij lang het bord lezen, opletten wat anderen bestelden. Tegen sluitingstijd wisten we het. Wij wilden 2 medium-sized milde roos Guatemala vanille latte macchiato's met 3 shots espresso, gestoomde havermoutmelk, extra schuim in een beker met onze naam erop. En Tom bestelt. Mogen wij 2 medium-sized... Hij kwam er niet uit. Ik probeer, mag ik 2 milde roos laten met ons naam erop? Wij kregen een paniekaanval en wij zijn naar huis gerend. Ach, wat een nare ervaring. Ik zei trillend tegen Lisbeth, nu kunnen wij nooit meer een kopje koffie bestellen. Jawel, Ton, het is net als na een auto-ongeluk. Je moet meteen weer de weg op. Dus wij weken die bestelling leren. 2 medium-sized milde roos Guatemala vanille latte macchiato's met 3 shots espresso, gestoomde havermoutmelk, extra schuim in een beker met onze naam erop. Geoefend onder de douche voor het slapen. En wij komen een 30 jaar later trots in die koffiesalon. Er staat een meisje met blauw haar achter de toonbank. En wij zeggen tegelijk, mogen wij 2 medium-sized milde roos Guatemala vanille latte macchiato's met 3 shots espresso, gestoomde havermoutmelk, extra schuim in een beker met onze naam erop. En het meisje met blauwe haar vraagt, can you say that in English? Ik hield me vast aan de toonbank. En ik zei nog iets van, wees havermoutmelk. In cup with an indruk. En toen zijn wij flauw gevallen. Ja. En we zijn afgevoerd in een ambulance. Op de brancard kregen wij nog wel een beker met ons naam. Maar hier staat Tom en ik heet Ton. Wij hebben het onderzocht. Overal is er zo'n lange zenuwlijst met soorten koffie en melk. Wij eisen dat de enige keus wordt gewoon een kopje koffie met gewoon een wolkje melk. Ik ga even bellen. Harin, ik heb hier 2 mensen met koffiebestelstress. Gewoon 1 soort melk en 1 soort koffie. Ja. Ja, 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 daar ga je. Nee, helaas, koffieliefhebbers hebben graag wat te kiezen. Maar ik mag u als troost deze 2 muntjes aanbieden. Voor de koffieautomaat op de gang. Steekt u die muntjes maar op een plek waar de zon niet schijnt. In uw hart dus. Wij drinken alleen nog maar thee. Het is wel gratis koffie. Maar daarna alleen nog maar thee. Dat zal ze leren.